Welkom, goede kijkers. Vandaag nodigen we u uit om in het kader van de uitzending Orthodoxe Eredienst een samenvatting te volgen van de bisschopswijding van Monseigneur Athenagoras Pekstad, de nieuwe hulpbisschop van zijn eminentie metropoliet Pantelijmon van België en exarch van Nederland en Luxemburg. Deze had plaats op zondag 22 juni jongstleden in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel. Voordien werd hij door de Heilige Synode van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel eenparig verkozen tot bisschop met de hoge titel van bisschop van Sinope. Deze viering werd voorgegaan door zijn eminentie metropoliet Pantelijmon, omringd van 8 bisschoppen komende uit diverse landen, als ook van priesters en diakens. De gezangen werden opgeluisterd door het Byzantijnse koor van de kathedraal onder leiding van aartspriester Stavros Triantafilou, als ook door het interparochiaal koor van de heilige Romanos de Melode onder leiding van Carlos Nawaard. Volgens de Heilige Schrift werd het bisschopsambt toevertrouwd aan de apostelen door onze Heer Jezus Christus, de eerste hoge priester. De noden van de kerk namen met de tijd toe en de apostelen achtten het noodzakelijk van de priesterlijke verantwoordelijkheden op te splitsen in 3 graden. Het episcopaat, het eigenlijke priesterschap en het diaconaat. Ze hebben deze zware taken en verantwoordelijkheden toevertrouwd aan hun opvolgers door de wijding. Dit is door handoplegging met de aanroeping van de Heilige Geest. Het sacrament van de wijding heeft altijd plaats tijdens de goddelijke liturgie. De bisschopswijding bestaat uit 3 delen. Het eerste heeft plaats na de grote doxologie, waarbij de wijdeling de geloofsbelijdenis leest. Het tweede deel is het belangrijkste en is de eigenlijke wijding. Het derde deel heeft plaats op het einde van de goddelijke liturgie, waarbij de wijdeling van de wijdende metropoliet, de mijter of kroon en de bisschoppelijke staf ontvangt, om dan van op de bisschopstroon de verzamelde gelovigen de slotzegen te geven. Zingen van het Heilige God in de grote doxologie op het einde van de dienst van de Mette wordt de kandidaat door 2 diakens langsheen de koninklijke poort naar het centrum van de solea gebracht. De verkozen bisschop opent het Heilig Evangelie en leest de geloofsbelijdenis. Athinagoras eleu Theou,
υποψήφιος της πάλι ποτέ διαλαμψάσης αγιωτά της Επισκοπής Συνόπης, οικία Κυρίη προέταξα. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Athenagoras, door de genade Gods kandidaat van het oude bisdom Sinope, heb dit eigenhandig geschreven. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer Jezus Christus, enig geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald, en heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen, levenden en doden, en aan zijn rijk komt geen einde. En in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. In de ene heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. En outre, j'estime et j'accepte les sept conciles œcuméniques réunis pour la sauvegarde des enseignements orthodoxes de l'Église. Ook neem ik in acht en aanvaard ik de zeven ecumenische concilies die bijeengekomen zijn voor het instand houden van de leer van de orthodoxe kerk. Ik beloof van de kanons en de voorschriften zoals door de heilige vaders in alle tijden uitgelegd te bewaren. Ik neem aan alles wat zij hebben aangenomen en verwerp alles wat zij verwerpen. Ook beloof ik de kerkelijke vrede te bewaren en op geen enkele wijze iets te ondernemen tegen het orthodoxe geloof gedurende heel mijn leven. Ik beloof me te onderwerpen aan zijn alheiligheid ecumenische patriarch Bartholomeus en aan mijn aartsbisschop zijn eminentie metropoliet Panteleimon van België. Verder beloof ik in vreze Gods van mezelf te begoeden van elk kwaad vooroordeel en dit met mijn uiterste kracht. Bovendien beleid ik het voorrecht van de apostolische, patriarchale en ecumenische troon tot mijn laatste ademtocht ongeschonden te bewaren. Ik, Athenagoras, door de genade Gods kandidaat van het oude bisdom Sinope, heb dit eigenhandig geschreven. Te Brussel op 22 juni 2003. Vervolgens zegent de wijdende metropolite kandidaat zeggend: de genade van de heilige en levendmakende geest benoemt u tot bisschop van het oude bisdom Sinope.
Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Openbaart het gebed van de kerk als gemeenschappelijk werk. Wij worden ingelijfd, geroepen ons gebed als gemeenschap te laten horen. Geroepen om alle private zorgen en noden los te laten. Om ons te onthechten van wat enkel ons alleen ter harte gaat. De litanie omvat dan ook in volgorde van de belangrijkheid van de christelijke waarden. Voor de hemelse vrede. Voor de vrede van de gehele wereld. Voor het welzijn van de Heilige Kerke Gods, voor de eenheid van ons allen, voor de reizigers te zee, te land en in de lucht, voor de zieken, de noodlijdenden, de gevangenen en hun redding.